Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Skylanders Imaginators. En dit wordt video 2 van de nieuwe serie. Ik weet nog niet hoe ik het ga noemen, maar ik ga Skylanders voor jullie creëren. Of Imaginators dus, naar bepaalde karakters die we heel erg bekend zijn. Dus ik heb Gandalf al gedaan, dat was aflevering 1. En dit wordt nu Mario. Ik heb het in de schim gehad en een paar van jullie hadden zoiets van, oh, doe Mario. Dus ik had zoiets van, nou, ga ik Mario proberen. Het is een tovenaar, een duistere tovenaar. Het is eigenlijk hetzelfde kristal als Gandalf, want ik ben niet rijk, dus ik heb niet super veel kristals. Dus ik ga waarschijnlijk heel vaak deze gebruiken. Dus nou ja, hier gaan we. Ik moet even kijken voor het hoofd of we iets hebben met een snor. Dus we gaan even zoeken of we eentje kunnen vinden die echt een beetje ook een volle, dikke snor heeft. Ze geeft deze natuurlijk een snor, maar die heeft ook een baard. En Mario heeft geen baard, dus we willen eentje hebben met alleen een snor. En dan wel een mensenhoofd. Hopelijk kunnen we dat vinden. Oh kijk, hier hebben we een snor. Lijkt wel een beetje Mario, alleen dat oogdingetje is een beetje raar. Hier hebben we ook een, maar dat vind ik dan weer een beetje overdreven. Nee, ik zie niet echt iets wat beter is dan dit, dus we gaan het hier gewoon bij houden. Ik ga even meteen de kleuren aanpassen, zodat we dat zo niet meer hoeven te doen. De kleur van het hoofd is denk ik wel redelijk goed. Dit ding, ja, dat moet eigenlijk niet zichtbaar zijn. Dus laten we kijken of ik dat weg kan werken een beetje. Zo, zo min mogelijk zichtbaar. En dan heeft hij natuurlijk heel erg zwart haar. We krijgen het niet zwarter dan dit. Dat is een beetje jammer. Oh, ik zie ook dat hij trouwens op zijn hoofd een beetje bruin haar heeft. Maar we houden het even op zwart. De oogkleur van Mario is hartstikke blauw. Deze blauw misschien. En dan gaan we naar het lichaam. Of eigenlijk wil ik het hoofd eerst doen. Laten we het hoofd eerst helemaal afmaken. Dus we gaan zoeken naar een soort van rode mooie helm. Die meer een muts is. Dan een helm. Even kijken, we hebben vast wel ergens een mooie muts. En dan moet hij natuurlijk ook nog qua grootte een beetje goed zijn, want sommige dingen zien er echt super raar uit. We hebben een muts, maar die is een beetje raar. We moeten echt een beetje zo'n Fransachtig petje hebben. Zoiets, nee, dit kan ook niet. Sommige dingen denk je, oh, dat kan wel. En dan doe je ze op en dan denk je, nee, toch niet. Even kijken, wat kunnen we vinden? Hier is een muts, maar dat is natuurlijk helemaal niet wat we nodig hebben. Ik denk dat we zoiets nodig hebben. Het ziet een beetje raar uit, maar... of zoiets. Nee. Nee, hij heeft echt... Ja, hij heeft echt... Oh, ik hoop niet dat dit een van deze nou er meer op lijkt. Ik denk dat het dichtst bij wat we kunnen komen, dat dat toch zoiets is. Maar dat ziet er een beetje raar uit en niet zo echt als Mario. Want hij moet eigenlijk... Die muts moet er een beetje overheen komen. Maar ik heb gewoon niet echt iets wat er echt... Ja, of dan zouden we dit moeten doen, wat op zich ook wel kan als ik hem helemaal rood maak. Hij heeft wel dat figuurtje. Ik denk dat dit nog het meeste lijkt. Even kijken of we nog iets anders hebben dan deze hoofddeksel of deze kapiteinspet. Op zich is dit toch wel de manier hoe ik het moet doen. Dit zou eventueel ook kunnen. Maar dan lijkt hier zoveel op die avonturier, vind ik. Want daar hoort hij gewoon ook bij. Dus dat wil ik eigenlijk niet doen. Ik denk dat dit dan is waar we het uiteindelijk mee gaan doen. Ja, we gaan het gewoon zo houden. We gaan even die kleur mooi rood maken. Hoofddeksel. Oké, dit moet helemaal rood. Dit stukje moet dan helemaal wit. En dan moet de cap... Oh, dat is jammer. Ja, dan ga ik toch voor helemaal rood. Of toch maar wit. Nee, toch wit zo. Dan is hij toch nog een beetje dat symbooltje met die M op zijn hoofd. Dan houden we dat er een beetje in. Dan gaan we voor het lichaam. Dan moeten we eigenlijk de bovenkant hebben van een... hoe heet dat ook weer? Zo'n pakje wat je aan hebt. Oeh, ik ben dat gewoon vergeten, heel die naam. Van een... blabla broek. Ik kan er niet op komen. Nou ja, maakt niet uit. We vinden het vanzelf wel, hopelijk. Hopelijk hebben we dus iets wat gewoon een soort van... Ja, ik ben het woord echt kwijt.
wordt nog wel lastig, denk ik. Eigenlijk ook iets met knopjes. En een t-shirt moet het zijn. Maar wel ook echt nog met huid ertussen. Dus dat is wel een beetje lastig. Want het moet gewoon verder helemaal effen zijn. Dus ik moet eigenlijk zoeken naar iets effens. Denk ik toch maar. Een soort van t-shirt-achtig iets. Dat heb ik vast wel ergens. Of een kattenpak. Nee. Het is toch lastig om zo'n outfit bij elkaar te sprokkelen. En ik ben nog steeds het woord kwijt van hoe je dit gewoon noemt. Tuinbroek. Dat is het. Je moet een tuinbroek hebben. Maar dat doet nog wel lastig, blijkt. Want ik wil dan eigenlijk iets met ook twee van die knopjes aan de zijkant. Zodat dat in ieder geval er is in het pakje. Maar het lijkt er niet echt op dat ik zoiets heb. Dus dan moeten we het even gaan doen met hetgene wat er het meeste op lijkt. Nee, dat is veel te... Je moet dus iets hebben van twee kleuren. En dit heeft wel knopjes. Maar dit is een vrouwen ding, dus dat is een beetje raar. Dit zou eventueel kunnen werken, denk ik. Maar het hangt ervan af of ik wat met de kleuren kan doen. Dit zou eventueel misschien ook wel kunnen werken. Of dit. Dit is het! Perfect! Hij zei het zelf! Perfect! We hebben het gevonden! Oh, hoofdextra hebben we gehad. Borstkas. Even kijken, wat is dit? Dit moet vuurrood. Oh, dit is echt perfect. Is het felblauw? Is het te blauw? Deze maken we dan even knalgeel. Ik denk dat ik die donkere blauwe toch wat mooier vind. Zo. Het ziet er wel een beetje raar uit, dat moet ik zeggen. Ik zou er niet zelf zomaar voor gaan, maar we hebben niet zoveel keus. Dit moet wat makkelijker zijn, want we moeten gewoon armen hebben met handschoenen aan. En of die armen nou huidskleur hebben, dat maakt niet zoveel uit. Maar ze moeten niet huidig zijn in ieder geval, dat wordt hem niet. Zoiets zou eventueel ook... Oh, nee, dat kan niet. We moeten ook eigenlijk niet zulke grote handschoenen zijn, maar dat is niet heel erg of het wel zo is. Deze heeft geen hand. Dit heeft handschoenen. Is dit goed? Oh, dat zou ook wel kunnen. Dus het is of het is deze. Even goed kijken. Of het wordt deze. Deze zijn eigenlijk weer wat te groot en dat is wel heel gespierd. Dus ik denk dat deze toch, ook al vind ik die andere wat mooier, dit is beter zo. Armen, nou die armen die moeten vuurrood. En deze moeten mooi wit. Oh, hij heeft wel, dit is wel een beetje apart, dat hij die vingers eruit heeft. Misschien dat ik toch voor die andere armen ga. Want ik wil eigenlijk gewoon niet die vingers eruit hebben, want dat hoort gewoon niet. Nog een onderscheiding. Dan heeft hij maar wat grotere handen, dat is jammer. Even kijken, en dan is het nu eigenlijk gewoon een kwestie voor dat we een broek moeten vinden voor hem. Dus eigenlijk gewoon een hele saaie, normale broek hebben we nodig. Die moet er wel tussen zitten. Maar ja, het is Skylanders, dus wellicht is het er niet. Ik vond het net met Gandalf ook al wel redelijk lastig. Dit is een normale broek. Klaar voor actie. Zou kunnen. Ja, het is wel toch wel lastig om een echte normale broek te vinden. Kijk, want ik wil echt iets nu wat gewoon lang is en wat werkt. En wat gewoon één geheel is. Dus dan komt dit toch wel echt het dichtstbij in de buurt. En die verhoudingen, daar prutsen we zo meteen nog mee. Ik denk dat ik het gewoon hierop ga houden. Dan de kleur natuurlijk even die helemaal die donkerblauw doen.
Ja, het is jammer dat ze het voeten dan ook meegaan, want die moeten eigenlijk bruin. Dus dat proberen we dan maar op deze manier op te lossen een beetje. Het wordt een vreemde Mario-figuur, maar ja, we komen in de buurt. Hij heeft niet echt een wapen, maar dan ga ik even kijken of ik iets kan vinden wat wel redelijk bij Mario past. Een stukje kaas, een eend. Oh, een bad eend. Dat vind ik wel leuk. Het past er niet per se bij, maar we hebben toch niks anders te doen. Schouderbeschermers, dat hoort eigenlijk ook niet echt. Want dat heeft hij gewoon niet, ook niet op zelf. Dus eigenlijk heb ik een beetje het idee dat ik dat niet ga doen voor hem. Want ja, dat heeft hij gewoon niet. Beenbeschermers, wordt het waarschijnlijk alleen maar raar van. Maar ik kan er wel wat bruins van maken, zodat hij die schoenen... Het effect van die schoenen een beetje ziet. Want die schoenen die horen natuurlijk bruin te zijn. Ze zijn gewoon veel te groot, dus we gaan het ook gewoon zonder dat doen. Een rugzakje, dat mag hij wel hebben. Wat is typisch voor Mario? Een chompy rugzak, dat is wel schattig. Ik zou het eigenlijk niet zo goed weten. Een sterretje, hebben we een sterretje? Een zeester, dat is wel prima. Die andere heeft weer te veel namelijk. We gaan voor een zeester op terug. Een beetje apart. Maar het heeft ook wel weer wat. Dus even kijken. Dat sterretje dat moet gewoon helemaal geel. Ik vind hem helemaal mooi. We gaan even naar die grote aanpassen. Want die benen die zijn natuurlijk veel te... lengte is hartstikke klein natuurlijk. Het hoofd is hartstikke groot. Hij is wel redelijk gespierd en hij moet van die kleine beentjes hebben. Maar ik vind het zo akelig dat hij zulke korte, kleine mini-beentjes heeft. Dus ik denk dat hij hem gewoon heel gespierd maakt. Zoiets? Lijkt dit op Mario? Ik weet het niet. We moeten trouwens nog eventjes het aura aanpassen, want die had ik nog van Gandalf. Ja, eigenlijk moeten we iets hebben met sterretjes. Hebben we iets met sterretjes? Confetti? Van allerlei verschillende kleuren, alsof hij de regenboog power heeft. Goed zo. Uitstekend. Wat als ik zo vuur doe? Dat hij een beetje gaat gloeien en zo. Nou, ik denk dat dit goed genoeg is. Ik denk dat wij hier onze Mario hebben gecreëerd. Hij ziet er een beetje raar uit vanwege de gekke outfit en zo. Maar het is het dichtstbijzij wat ik kan komen van Mario. Dus we gaan... persoonlijkheid en zo, dat doen we allemaal niet. We gaan even de creator app luisteren voor de mensen die hem thuis ook willen maken. Dus die ga ik nu aanzetten. Dat was een dubbel. Dus Mario is af. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik vond het wel leuk om hem te creëren. Hebben jullie nou zoiets trouwens ook? En dat geldt ook voor die Gandalf video. Denken jullie dat jullie het beter kunnen? Dan ben ik daar super benieuwd naar. Tweet me dan een foto van wat jullie hebben gemaakt. Want dat vind ik super leuk. Mijn Twitter heet hetzelfde als YouTube. Dus xlittlewizards. En dan hoop ik van jullie te horen. Of schrijf iets in de reacties van wat voor een karakter jij mij graag een Imaginator wilt zien maken. Dan doe ik dat met alle liefde. En dan hopelijk tot de volgende keer. Doei!